Ik zit hier in een boeddhistische tempel in Apeldoorn naast een monnik. En waar ik het over wil hebben is dat veel mensen worden toch geplaagd door negatieve gedachten. Hoe kun je dat verminderen, dat je meer positieve gedachten krijgt? Als we gaan streven naar het niet hebben van negatieve gedachten, dan zeggen we eigenlijk: ik mag geen negatieve gedachten hebben. En in de zekere zin is dat alweer een negatieve gedachte. Ja. En er laat zich bijzonder weinig positiefs bouwen op een negatieve gedachte. Veel beter is om gewoon te zien: ik heb een negatieve gedachte. En een negatieve gedachte laat een spoor na in je lichaam. Voel. Als je negatieve gedachten hebt, dat kan een oordelende gedachte zijn, een kwade gedachte, noem maar op, dan reageert het lichaam meteen met het aanspannen. Het eerste in het gezicht en daarna meteen in de buik. En vooral die buik kan ons helpen als we voelen tot door het denken van negatieve gedachten de buik begint aan te spannen. Laat je aandacht naar je buik gaan. En maak in je gezicht een hele lichte glimlach. De glimlach van de Boeddha. Maak je gezicht zacht en vriendelijk. En je zal zien tot ook het lichaam daarop weer reageert. Door de buik wat zachter te maken. Ja. En dan zie je tot de gedachte, de negatieve gedachte, meteen oplost. Want het is heel moeilijk om negatief te blijven denken als je zacht wordt in het lichaam. Hoe zachter het lichaam, hoe zachter de geest. En dan verschijnen vanzelf positieve gedachten. Want een zacht lichaam leidt naar een gevoel van vrede, van geluk. En iemand die gelukkig is, heeft mooie gedachten, positieve gedachten. Ja. En dat zacht worden, hoe doe ik dat dan? Door je aandacht zacht te maken. We kunnen heel streng kijken, heel gefocust kijken, met een strakke blik, met een strak gezicht. Maar je zal zien dat een mooi Boeddha-beeld altijd een beeld is waarin het gezicht heel zacht is. Zacht rond de ogen, rond de kaken. Daarom maakt de Boeddha ook altijd een lichte glimlach. En je kent misschien wel dat beeldje van dat Boeddha-beeld met die hele dikke buik. Ja, uiteraard, ja. Met die brede glimlach. En dat kan je voor jezelf ook voelen. Als je gezicht aantrekt, trek je buik aan. Als je gezicht zacht laat worden, vriendelijk laat worden, dan zal de buik daarop reageren doen. Zachter zijn. Dus het is met je aandacht heel even naar je lichaam gaan voelen, hoe het voelt, en dan niet te veel proberen iets te bereiken, maar gewoon hoe het voelt te ervaren met een zachte, vriendelijke aandacht. En meteen zal je lichaam reageren, misschien maar een klein beetje, op het feit dat jij met zachtheid kijkt. Het lichaam begint te ontspannen, de adem ontspant. En als het ware de energie zakt wat in het lichaam en het hoofd wordt vanzelf stiller en rustiger. Ja, ja. Ik was gisteravond toevallig naar de masseur geweest. Ik kwam daar vandaan, ik was helemaal ontspannen. En ik ging thuis zitten, deed even de televisie aan en ik voelde meteen de spanning in mijn benen toenemen, echt die spierspanning. Ja. En dat is ook wat je bedoelt te zeggen? Dit is wat ik bedoel te zeggen. Hoe meer je dat gaat voelen, wat er met je lichaam gebeurt, hoe meer je ook vanzelf keuzes gaat maken die jouw welbehagen ondersteunen. Ja. Want je kan natuurlijk blijven kijken naar een film en merken dat je steeds verder verkrampt. Of je kan zeggen, nou misschien is dit niet behulpzaam voor mij. Ja. Want verkrampt zijn in je hoofd komt jou niet ten goede. Maar komt ook de wereld niet ten goede. Ja. Je kan pas echt goed in de wereld bezig zijn
als er een zachtheid is in je lichaam en in je geest. En dus ook vriendelijke gedachten hebt. Ja. Dus ook meer de rust opzoeken, wandelen of samen zijn met familie of muziek. Maar niet bijvoorbeeld weer media of dingen waarvan jij verkrampt. Natuurlijk wil je ook niet afsluiten van de wereld. En het is goed om soms naar nieuws te kijken en weten wat er gaande is. Maar zie wat het met je doet. En zie tot er een keuze is om wat je hebt gehoord, om dat als het ware te internaliseren en met je mee te nemen. Of om lichamelijk weer heel even te ontspannen. En als het ware weer bijna fris in het volgende moment te stappen. Want anders gaan we steeds meer beladen raken met wat we gehoord hebben, wat we gezien hebben. Dat gaan we met ons meer meedragen. We reageren erop met lichaam en geest. En dat wordt dan de basis waarop ik ga handelen naar jou toe, naar de ander toe, naar degene die ik tegenkom. Terwijl mijn ware natuur helemaal vrij is daarvan. Dus herstel heel even weer. Ja. Net zoals die massage, dat is heel even lichamelijk herstellen. Dat kan je ook voor jezelf doen door heel even weer zacht te worden. Ook bijvoorbeeld als je nog naar Nieuwsuur hebt gekeken 's avonds en je gaat naar bed. Neem heel even de tijd om weer zacht te worden, vriendelijk te worden. En dan staat het volgende moment aan te komen en dan kan je weer open instappen. Precies. Ja, dan neem je niet het verleden met je mee, maar dan staat er weer nieuw in. Ja, en dan kan, ja, want we kunnen mee gaan nemen, steeds meer gaan nemen en het kan ook steeds meer op ons gaan drukken. Ja. En uiteindelijk weten we niet meer hoe het neer te zetten. Dit is iedere keer weer neerzetten. Iedere keer weer neerzetten. Als je dit nou heel vaak hebt gedaan, wordt het dan een soort gewoonte? Ja. Ja, dat is eigenlijk wat de beoefening ons brengt. Tot we de gewoonte aankweken om, als het ware, iedere keer weer naar de uitgangspositie te komen. De positie waarmee we in deze wereld kwamen. Want een babytje kon niet verkrampt de wereld in, denkend over de toestand van de wereld, over zichzelf. Gewoon heel open. Ja. En gaandeweg krijgen we steeds meer mentale bagage die ook... Ja. Als een soort van wolken eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Die ze sporen nalaat in het lichaam. Maar omdat we onze aandacht vaak zo vaak bij het verhaal hebben, voelen we het lichaam niet meer. Dan zijn we zelfs niet meer bewust of al die bagage hebben. En die bagage hoeft niet. Die kan nu neergezet worden. Door een hele kleine daad. Gewoon vriendelijk worden. In het begin zullen we zien dat we de bagage meteen weer opnemen. Maar we kunnen het dan iedere keer weer neerzetten. En gaandeweg wordt dat bijna een automatisme van, oh ja, even opnemen. Ja. Nou, ik hoor heel vaak mensen zeggen van, oh, wordt dit zo een dag? Nou, dat is precies dat ze dat ene moment meenemen in het andere moment. Dus dat niet even die bagage neerleggen. Ja, dat je al vanuit een gekleurd perspectief kijkt naar wat zich nu voordoet. In plaats van met nieuwe ogen. En die nieuwe ogen zijn niet meer dan je natuurlijke ogen. Niet meer gekleurd door de verhalen, de emoties die eigenlijk allemaal te maken hebben met verleden. Dus het is leren neerzetten. Ja. Loslaten. En dan lossen die wolken van negatieve gedachten automatisch op? Die lossen automatisch op. Ja. Want het moment tot ik mijn aandacht verleg van het verhaal naar gewoon voelen, voel ik het verhaal al niet meer. En een verhaal kan alleen maar een verhaal zijn als het doorgaat. Ja. Maar zijn wij onze gedachten? We zijn niet onze gedachten, maar we staan er ook niet los van, want we zijn degene die de gedachten ervaren. Ja.
Maar gedachten komen en gaan, maar ik zelf blijf, ik zelf ben. Maar de gedachten vinden wel, laten zich wel kenbaar maken in mij. Dus ik ben niet mijn gedachten, maar ik ben ook niet mijn gedachten. Ik ben als het ware als de lucht waarin de wolken verschijnen en weer een oplossen, maar het zijn de wolken van de lucht. Ze komen niet van ergens anders vandaan. Nee. Dus het zijn twee dingen die eigenlijk één geheel zijn, maar wolken zijn als het ware gecondenseerde lucht. Nee. Maar als de wolk oplost, wat blijft over? Lucht. Als mijn gedachten oplossen, en die lossen elk moment op, want hoe lang duurt de gedachte? Kan zo opgelost zijn, ja. En wat lost het op? In dat wat gewaar is van de gedachte, en dat ben ik. Doet me denken aan een filmdoek, want wij zijn het filmdoek. Ja. En er wordt een film op geprojecteerd, maar wij zijn niet de film, maar het filmdoek. En die twee horen wel een beetje samen bij elkaar. Ja, alhoewel, in dit voorbeeld wordt de film geprojecteerd op het doek. En in ons is het ietsje anders dan, het is, we zijn als het ware het doek waarin de film vanzelf start uiteindelijk. Ja, snap ik. En bezig is en uiteindelijk ophoudt, maar inderdaad, het doek blijft, het doek is, terwijl de film beweegt, komt en gaat. Maar heeft geen bestaan zonder het doek. Onze gedachten, onze emoties hebben geen bestaan zonder ons. En toch hebben ze een ander karakter dan wij. Want alles wat we kunnen waarnemen komt en gaat. Maar dat wat waarneemt is. Ja, ja. Dat is een hele mooie. Ja. En dat wat waarneemt is van zichzelf stil. Is van zichzelf vredig. Tot we soms spanning ervaren, tot we soms stress ervaren, pijn, verdriet, vreugde, noem maar op, betekent niet tot de basis waarin het verschijnt vrede is. Want het moment tot de gedachte of de emotie ophoudt, wat blijft over? Stilte, rust. Nou, in het woord waarnemen zit ook het woord waar. Een soort van de waarheid aanschouwen zoals het is. Het is zoals het is. Het is en dan geen oordelen aan plakken. Ja, en daar zit natuurlijk de clue van het geheel. Want zo gauw we een oordeel gaan geven, en vooral wanneer we het negatief gaan benoemen, dan verliezen we eigenlijk onze ware positie van het waarnemen en worden wat we beoordelen. En dat is mentaal, dat is fysiek, we spannen aan. En dan hebben we heel even weer bijna een trucje nodig om te beseffen, oh, wacht even, ik hoef alleen maar weer vriendelijk te worden, weer zacht te worden, terug te komen naar zijn. En dat wat komt en gaat gewoon. Als het ware, laten zijn voor wat het is, stromen. Het is een hele kleine beweging die soms moeilijk is om te nemen. Omdat we zo geconditioneerd zijn over de jaren om maar bezig te zijn met wat komt en gaat. Ja. Ja. Nou, als ik het samenvat, stel, we hebben een negatieve gedachte. We hoeven daar niet in mee te gaan. Even loslaten naar de aandacht op de buik vestigen. Ja. Even inademen. Rustig in het moment zijn. En voelen. Even voelen, zacht worden, vriendelijk worden. Absoluut. En dan zal de negatieve gedachte automatisch verdwijnen. Los vanzelf op. Ja. Geef het ook een beetje tijd. Want als we willen tot het nu oplossen, zetten we er alweer een spanning in. In dat moment van zachtheid wil niets anders dan gewoon zacht zijn, open zijn. Ja. De rest volgt vanzelf. En dat vraagt vertrouwen, een beetje vertrouwen. Ja. Vertrouwen en oefening, en dan zal de rest volgen. Ja. Dankjewel voor je bijdrage.
Graag gedaan.